Op donderdag 15 mei was wethouder Meinans aanwezig bij de renovatie van het Centrumpark. De werkzaamheden starten op het Schepenpad. We zijn vandaag gestart met de opwaardering zeg maar, van het Schepenpad. Dus zeg maar de route vanaf de metro. Metrocentrum in Spijkenisse richting het centrum van Spijkenisse. En dat is een route die nog wel eens door bezoekers zeg maar, overgeslagen wordt. Omdat dat niet helemaal duidelijk is. Toen is gevraagd van jongens, kunnen we dat nou niet verbeteren? Nou, daar hebben we een plannetje voor gemaakt. En daar hebben we vanuit de stadsregio subsidie voor gekregen. Bijna 400.000 euro. Dus dat kost de gemeente voor de rest geen geld. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En dat gaat vandaag starten. En hoe lang gaat het ongeveer duren? Ik hoorde de aannemer net zeggen dat het ongeveer 8 tot 10 weken beslag neemt. Dus ja, dan zitten we ergens begin in de zomervakantie. Na afloop was er voor de aanwezigen nog een lekker hapje en een drankje. 1 uur, dat van 1 uur begint. Dat is...